Dan gaan we naar de derde inspreker en dat is mevrouw Willems namens Dwangarbeid Nee Groningen. Is het nog aan? Ja. Kan ik beginnen? Hallo, hier ben ik weer. Ik ben Tanja, heb een uitkering en een bewindvoerder en ben actief bij Doorbraak en Dwangarbeid Nee Groningen. DANG is een actiegroep voor en door bijstandsgerechtigden en sympathisanten. Wij verzetten ons tegen dwangarbeid en tegen elke vorm van disciplinering, stigmatisering en criminalisering van baanlozen. Ik sta hier omdat we samen de stukken van het armoedebeleid hebben gelezen en we stonden paf. Armoede heeft kennelijk helemaal niets meer te maken met absurd lage uitkeringen. Nee, armoede is volgens de gemeente een kwestie van beleving. Armoede is een individuele ervaring. Even kijken hoor. En om deze armoedebeleving te kunnen meten, willen ze met ons praten. Dat gebeurt ook bij de kansen in kaart gesprekken, waarbij nog meer persoonlijke informatie kan worden losgepeuterd. Want om armoede te accepteren, moeten wij anders gaan denken. En om dat te bereiken, moeten we gaan participeren. Want niet participeren is volgens de politiek dé oorzaak van armoede. We hebben geen baan, leven volgens de politiek ineens buiten de maatschappij. Als we ons nu nuttig en gewillig opstellen, dan nemen we zelf de oorzaak van armoede weg. We worden gepusht om vrijwillig en onbetaald werk te gaan doen bij organisaties, instellingen, arme wijken en straten. Want zo is de gedachte, als wij participeren, dan verdienen we een plekje in hun wereld. In die maatschappij die ons uitsluit en uitbuit op basis van kleur en gender. En als we dan mee mogen doen, negeren we plotsklaps ons gebrek aan kwalitatief voedsel, de bizar stijgende woonlasten en onbetaalbare gezondheidszorg. Dan leggen we ons neer bij armoede en accepteren wij het bijstandsregime. Zo berusten wij in ons overleven. Om deze mindfuck te stimuleren, zet de gemeente in op armoedeverlichtende ondersteuning. Kapitaalkrachtigen worden aangemoedigd om aan liefdadigheid te doen. Dit ontziet de gemeentelijke kas en geeft beide goede PR. En zo krijgen de armoedecultiverende personen, organisaties en bedrijven alle ruimte. Van voedselbanken en kledingzaken voor absolute minima tot de stadjespas. Van minima bellen minima tot festivals als voor niets gaat de zon op. Deze bullshit wordt iedereen door de strot geduwd. Want wij moeten met z'n allen met armoede leren leven. De P-wet als armoedebestrijding, het wordt als wonderolie geslikt. Maar niet door ons. Wij pikken dit niet. Wij willen dit niet. Armoede is illegaal. Stop de repressie, verhoog uitkeringen. Dank voor jullie aandacht en tot een volgende keer. Dank u wel aan de insprekers.